We hebben dit werk gemaakt in opdracht van de stad Santiago de Compostela. Die hebben ons in 2009 een opdracht gegeven om een werk te maken naar aanleiding van het heilige jaar. En daar ging een hele periode van research aan vooraf. Maar de bedoeling was wel dat we iets zouden maken wat iets te maken had met de stad Santiago de Compostela. Dat is een pelgrimstad. En wij kwamen eigenlijk, toen we op reis waren naar Santiago, hebben we een aantal kerken bezocht. En vooral kerken volgens mij. En daar kwamen we heel veel schilderijen tegen. Van Vlaamse schilders. En wij waren eigenlijk wel benieuwd hoe dat dan kwam, dat er zoveel Vlaamse schilders in die Spaanse collecties zaten. Dus we hebben dat onderzocht, wat meer bekeken. En toen kwamen we op toen stoten we eigenlijk op een Nederlandse schilder, die geboren is in Beverwijk. En die is met Karel de Vijfde naar Tunis meegereisd. Tunis was op dat moment bezet door de Turken. En Tunis werd verdedigd door een coalitie van Turken en Arabieren en Berbers. En dat leger van Karel V, dat bestond ook uit een coalitie, maar dan van allerlei, ja, wat je nu zou zeggen, Europese troepen. Van niet Fransen, maar wel Duitsers, Italianen. Allerlei soorten Italianen ook nog, want dat was nog geen Italië toen. En Spanjaarden. En Cornelis Vermeijen is toen meegegaan als schilder van het Hof om verslag te doen van die strijd. En wij vonden dat eigenlijk natuurlijk sowieso heel leuk, dat het was een soort voorloper van ons. Dus die Cornelis Vermeijen die had ook een commissie gehad uit Spanje, net als wij nu een commissie uit Spanje hadden. En wat ook bijzonder was aan deze strijd, was dat hij gevoerd was onder de vlag van Santiago de Compostela. Dus eigenlijk, Santiago Matamoros. En dat is de heilige waarnaar Santiago de Compostela is genoemd. Dus dat was een mooie verbinding met die stad die ons die opdracht had gegeven. Ja, wat we wel mooi vonden aan die kunstenaar die is meegegaan om tekeningen te maken. En naar aanleiding van die tekeningen is er ook een tapijtenserie gemaakt. Wat we heel mooi vonden aan die tapijtenserie en aan die tekeningen was dat die kunstenaar zichzelf ook had afgebeeld in de afbeelding. En het is een werk uit 1535 geloof ik, of 1540, zo die periode. En toen gebeurde dat natuurlijk nog helemaal niet. Kijk, nu zijn wij wel aan gewend dat hedendaagse documentaires, dat de filmmaker daar zelf in voorkomt. Maar dat was toen nog heel erg ongebruikelijk. We vonden dat echt heel mooi dat die kunstenaar zichzelf afbeeldde midden in het strijdtoneel. Dus ook er zit echt een scène in dat hij gewoon voor de kanonnen staat. Er staan echt kanonnen achter hem. Die hebben we ook verfilmd, die scène. Dat zo'n kunstenaar zichzelf afbeeldt om dan te laten zien, ik was de plekken en ik heb het allemaal met mijn eigen ogen gezien. Ik heb het empirisch waargenomen, dus het is echt gebeurd. Maar eigenlijk als hedendaagse kunstenaar denk je toch meer van, ja, die kunstenaar beeldt zich af te midden van dat slagveld. Dus hij laat ons eigenlijk zien dat hij embedded was. Dat hij eigenlijk niet objectief verslag kon doen omdat hij onderdeel was van de strijd. Maar toen wij deze interpretatie voorlegden, toen merkten we eigenlijk dat ze daar niet zo heel erg open voor stond. Sowieso merkten we eigenlijk, toen we probeerden om toestemming te krijgen om die tapijten en die schilderijen te verfilmen, dat beide instituten heel veel restricties gaven. Niet alleen met betrekking tot lichtcondities, maar ook met betrekking tot inhoud. Ze wilden eigenlijk dat we, voordat we toestemming zouden krijgen om dat te verfilmen, een volledig uitgeschreven script zouden geven. En daar zouden zij dan ook, op grond daarvan zouden zij dan beslissen of wij wel of niet toestemming zouden krijgen. Nou, ten eerste was het voor ons heel lastig om in dat stadium al een heel uitgeschreven script te geven. Maar bovendien wisten we ook wel dat we dan waarschijnlijk van alles moesten gaan veranderen en dat we ook geen toestemming zouden krijgen. Dus daar werd onze vrijheid enorm mee beknot. En toen hebben we besloten om een filmtwijlluik te maken wat stil is, met een boekje erbij, waarin we een soort verslag doen van ons onderzoek en van allerlei gedachten die wij zelf hebben bij dit werk. Waarin ook allerlei omkeringen zitten die wij ook waarnemen of die wij eigenlijk zien in die tapijten en in die tekeningen. Dus het is een handmatige reproductie. En daarin kan je ook zien dat die reproductie eigenlijk een interpretatie is. Dus nu is het zo dat als het digitale beeld gereproduceerd wordt, dan heb je het gevoel dat het eigenlijk een soort objectieve reproductie is. Dat is het natuurlijk niet, omdat er toch altijd iets verandert op het moment dat het in een andere context wordt geplaatst of op een andere
drager wordt afgebeeld. Maar in deze eerste vroege vorm van reproductie kan je heel duidelijk zien dat er sprake is van interpretatie, omdat er ook stukken aan de afbeelding, ja, het is een andere techniek, dat kan je heel duidelijk zien. En het ene medium moest worden omgezet in het andere medium. Sommige kleuren komen niet overheen en sommige vormen lopen ook een beetje uit elkaar, wat het ook heel lastig maakte om dan het geheel synchroon te verfilmen.